in Malobi, district Sipaliwini, is een nieuwe school geopend, gefinancierd door de IDB en gecoördineerd door het IDB-programma KAIKES onder leiding van Asian Jumai. De school biedt onderwijs aan 79 leerlingen met 7 leerkrachten en vervangt de noodzaak om ver afgelegen scholen te bezoeken. De ceremonie werd geleid door waarnemend president Ronnie Brunswijk en minister Henry Ori, die de dorpsgemeenschap opriepen om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten. Het project, dat na 14 jaar eindelijk werd gerealiseerd, benadrukt het belang van onderwijs in het binnenland voor de ontwikkeling van de regio. ExxonMobil trekt zich per 14 november 2024 terug uit blok 52 in het Surinaamse offshore gebied en draagt zijn 50% werkbelang over aan Petronas, dat daarmee volledig eigenaar wordt en operator blijft. De activiteiten in het blok, waar in 2020 een gasfonds werd gedaan, gaan ongewijzigd door. Staatsolie ziet erop toe dat Petronas deze voortzet en blijft vertrouwen op een goede samenwerking. Het Numismatisch Museum van de Centrale Bank van Suriname heeft historische betaalmiddelen, waaronder biljetten en kaartengeld, uit de 18e eeuw in bruikleen ontvangen van de Nederlandse Bank. Deze originele stukken, waaronder een biljet van 1 gulden uit 1773, zijn tastbare bewijzen van Surinames monetaire geschiedenis. De overhandiging benadrukt de bijzondere relatie tussen beide banken. De artefacten vormen een waardevolle aanvulling op de collectie en bieden de samenleving en bezoekers een unieke inkijk in de rijke geldgeschiedenis van Suriname.